Kijkers, goeiedag en welkom bij de ATV COVID-19 update. In dit programma brengen wij u informatie, richtlijnen, adviezen en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname nu ook in zijn greep heeft. Belangrijk in deze periode is om kalm te blijven. Als het niet anders kan, blijf dan lekker thuis. Door thuis te blijven zorgen wij als samenleving ervoor dat de ziekte zich niet verder verspreidt en de besmette personen de kans krijgen om beter te worden. Zo kunnen we Suriname weer COVID-19 vrijmaken. Laten we met z'n allen hier aan werken. Vandaag is onze eerste gast de heer Ruben Del Prado. Hij is publieke gezondheidsdeskundige en directeur van Decati International NV. Maar alvorens we met het gesprek beginnen, even het belang van het schoonhouden van onze handen benadrukken. Als u ergens komt, altijd uw handen met water en zeep wassen. En wanneer u thuis komt, niet vergeten dat direct ook te doen. En eigenlijk was het oorspronkelijk de bedoeling dat we hier hand sanitizers zouden hebben. En dan zouden we even een voorbeeld geven hoe we het moeten doen. Maar Ruben is daar geen voorstander van. Hij zegt water en zeep. En later kan hij ook nader op ingaan waarom het zo belangrijk is om eigenlijk in plaats van hand sanitizers water en zeep te gebruiken. Ruben, welkom. Dankjewel, Carla. Nou, hoe ervaar je de situatie nu met COVID-19? Weet je, ik werd wakker vanmorgen en ik dacht, misschien word ik wakker en dan is het allemaal niet waar, het is niet echt. Mm. Want als je nagaat hoe ontzettend serieus dit is, het is bijna niet echt. Ik kreeg naar de televisie, ja. Maak me klaar om hier naartoe te komen, 40 miljoen bewoners van de staat Californië zijn opgedragen door de gouverneur om binnen te blijven. Wow. Dus dat is ongekend. Ik geloof niet dat het ooit in de geschiedenis van de wereld gebeurd is, dat 40 miljoen mensen van één staat worden gevraagd om niet naar buiten te gaan. Het is niet echt, het is net een boze droom. Yeah. Het vervelende is dat toen ik uit mijn bed kwam, ik realiseerde toen ik naar mijn boodschappen keek, ook naar de updates van de collega's en van het wereldnieuws, dat het helemaal geen droom is. Dat ding is echt, Carla. En dan denk ik aan de vragen die ik steeds krijg en die steeds langskomen in de krant en ook op Facebook en ook naar mij toe in mijn programma Dat Ramen in Actie. Want Sandy en andere kennissen die weten dat ik een heleboel antwoorden zou kunnen geven. Ja. Dat we eigenlijk bijna alles zelf moeten doen. Ja, wat doet de overheid? De overheid speelt politiek met dat ding. Ze vertellen ons niet alles. En dan denk ik van, de politiek die gespeeld wordt, is misschien om er als overheid goed uit te zien. Mm-hmm. Dus waarom zou je fouten willen maken? Je zou dingen goed willen doen. Absoluut. En ik moet je eerlijk zeggen dat tot op dit moment ik heel trots ben. Heel trots ben op onze overheid, met name het ministerie van Volksgezondheid, onder leiding van dokter Jesseren, de directeur van BOG, ja. Ms. Burahim. Vooral al die doktoren en verpleegkundigen en gezondheidswerkers en fysiotherapeuten en psychologen. Allemaal. Besef je dat van alle mensen, dat die mensen deze 2 meter afstand vaak niet kunnen houden? Absoluut. Hoe kan je iemand verplegen, verzorgen en 2 meter afstand houden? Inderdaad. Dus deze mensen, they put their life on the line. Dus ik wil echt op dit moment, voordat ik begin advies te geven, zo mijn hartgrondige dank uitspreken. Ja. Voor deze gezondheidswerkers. Ja, het is heel erg belangrijk. Want wij van ATV hebben dat ook in acht genomen. Een social distance. Dus ondanks ik Ruben een brasa zou willen geven, doen we dat nu niet. Maar het is nou geparkeerd voor ja, de volgende keer. Ja, het is helemaal volgende geparkeerd. Volgende keer 5. En één advies is, zoals hij dat doet, met zijn ellebogen op tafel. Weet je, Carla, dat is zo'n vervelend virus, hè? Mm-hmm. Het komt voor vrij hoog in de keel. Het is eigenlijk een longvirus. Hè? Daarom hebben mensen kortademigheid en ze hoesten en ze worden benauwd. En daarom vraagt iedereen, hebben we genoeg ventilators in Suriname in de IC's? Laten we die vraag eerst beantwoorden. Okay. Er is geen enkel land op deze wereld waar er voldoende is van wat dan ook. Mm.
We weten niet, en ik heb het in het eerste interview gezegd, een paar dagen geleden. COVID gaat niet van, we hebben 1, dan hebben we 2, dan hebben we 4. Mm-hmm. Hebben we 4, toch? Ik ga je zo hebben we 4, ja. Dan gaat het van 4 naar 16. Dan gaat het naar 38. Mm. Dan gaat het naar 200. Zo gaat dat ding. Want iedereen die besmet is en andere mensen besmet, heeft weer iemand die rondloopt met het virus. Vandaar die social distance. Ja. En vandaar ook ervoor zorgen dat je jezelf en anderen beschermt. Mm-hmm. Het gaat exponentieel, het gaat niet met verdubbelen. Kleine dingen die je kan doen. Een tafel. Mm-hmm. Deurknoppen. Lichtknoppen. Ja. WC's en zo. Daarvoor is die hand sanitizer wel belangrijk. Okay. Want je hebt niet overal water en zeep. Ik heb het over als je thuis komt, gelijk water en zeep. Mm-hmm. Buiten bij ons staat er een bak met water en zeep. Iedereen die het erf inkomt, die het huis, moet handen wassen met water en zeep. En het water wordt een paar keer per dag verwisseld. Ja. Die hand sanitizer is handig wanneer je bijvoorbeeld in de auto bent. Ik ben in de auto hier naartoe gereden, ik heb mijn handen schoongemaakt. Ja. Binnen hier weer schoongemaakt, als ik straks weg ga weer. Ja. Dus ik breng het niet mee. Juist. Water en zeep is bijna gratis. En weet je, dat ding heeft alcohol. Mm-hmm. Dus als je het te veel gebruikt, wordt de opperhuid van je hand heel dun. Waardoor je eigenlijk de kans dat je bacteriën of andere beestjes in je hand krijgt, wordt groter. Mm-hmm. Dus hand sanitizers met mate bij je houden voor situaties waar je geen water en zeep hebt, is zeer te adviseren. Maar nu zegt men ook, doordat die hand sanitizers schaars werden, gebruikt men nu alcohol. Marienburg rum. Dat is ik echt drink het. Alcohol. Je drinkt het. Drink het. Maar dat is echt alcohol. Het dus is alcohol, het is goed. 70% alcohol, volgens mij is Marienburg rum. Je hebt zelf, het gaat volgens mij tot 80 of 90%. Mm-hmm. Maar het beschadigt je slijmvliezen, het beschadigt je handen. Okay. Het beschadigt je opperhuid. Dus ik zou dat niet doen. Nogmaals mensen, water en zeep en goed. Weet je, mensen wassen bijna hun vingertoppen nooit en tussen hun vingers. Hè? Uh-huh. Dus dat virus heeft zijn die virussen die gaan gelukkig niet door de lucht. Okay. Gelukkig niet, dat zijn dus die druppels. Hè? Die gaan niet door de lucht, maar ze vallen op een tafel. Dus ze als komen ik op niest, je handen. Bijvoorbeeld. Als je niest, ze komen op je handen en dan raak je een lichtknop aan. En dan komt de volgende persoon. Dit is een heel mooi videootje, ik ga het voor je sturen straks. Misschien kan je het zo af en toe in de uitzending laten zien. Het is een beetje griezelig. Mm-hmm. Maar laat je zien hoe van één persoon het door onbedachtzaamheid te laten overgaan op iemand anders. Dus om het samen te vatten, natuurlijk moeten we een overheid hebben die beslissingen neemt, radicale beslissingen. Luchtruim is dicht. We gaan de veerboot vandaag voor het laatst laten gaan. De scholen. Zoals ons hoofd, mevrouw Feira zegt, ga, go, go naar tequila party. Daar is dat she. Go, daar is dat she. Mm-hmm. Opsluiten. Echt waar hoor, het is radicaal. Ik ben zelf nu een voorstander en ik ga het ook vertellen aan de mensen die gelukkig ook zo af en toe naar mijn adviezen luisteren. Om het aantal van 100 terug te brengen tot 50. Oké, er kan transmissie van het virus gebeuren tussen 3 of 4 mensen. Dus het aantal van 100 is eigenlijk arbitrair. Ja, dus ja. Moet je bij 99 stoppen. Ik denk zelf persoonlijk dat met de serieusheid van COVID, en ik ga ook meteen uitleggen waarom. Mm-hmm. Ik denk dat alle sociale contacten zoveel als mogelijk vermeden moeten worden. Mm-hmm. Oké? Okay? Waarom ik me extra zorgen maak, want ze zeggen, ja, Suriname is geblest en Suriname is dit. Niks van aan. Mm-hmm. We hadden een mevrouw, die is uit Nederland gekomen. En ik ben die mevrouw heel dankbaar. Want die mevrouw heeft bij de eerste ziekteverschijnselen zich gelijk aangemeld. Mm-hmm. Wel 2 dagen later, woensdag en toen vrijdag, maar ze hoefde het niet te doen. Dus dankzij deze mevrouw zijn alle contacten van die mevrouw gelukkig, of in quarantaine, zelf quarantaine. Mm-hmm. En bij ziekteverschijnselen van die mensen ook getest. Ja. Een andere mevrouw is gekomen, die was ook ziek, die is ook getest, die is nu ook in het ziekenhuis. 2 importgevallen. Ja. Het verhaal van die Nederlandse meneer weten jullie waarschijnlijk al. Hij is gekomen op vakantie. Hij is besmet gekomen. Hij heeft heel veel contacten gehad, want hij was hier tijdens Holi. Ja.
Holi is gezellig, je danst, je springt. Ik ga het overal. En hij is hier ziek geworden. Dus hier heeft hij zijn eerste verschijnselen gehad. Hij is op vakantie geweest, hij heeft in een hotel gelogeerd. Dus uno sabi, uno sapsampsa. Het is op basis van de infectiviteit van dit virus, de transmissiemogelijkheden, heel goed mogelijk dat deze man vrij veel mensen door dat sociale contact heeft verspreid. Wat nu vandaag alles in Suriname anders maakt, is dat we voor het eerst lokale transmissie hebben. Geen import. Ja. Er zijn 2 mensen in Suriname besmet die contactpersonen waren van een persoon. Dus en, mensen. En daar was men bang voor. Daar was men bang voor. Mm-hmm. We weten dat het zo gebeurt. Het is onmogelijk dat je iemand hebt die ziekteverschijnselen begint te krijgen, zoveel sociale contacten heeft en onwetend andere mensen besmet. Het vervelende, Carla, is dat je geen ziekteverschijnselen hoeft te hebben. Oh. Dus je zal zeggen, ja, asmai koso koso, asmai dizi, asmai dasi minogo. Mm-hmm. Ook als je niet hoest, ook als je geen koorts hebt, het kan soms 10 dagen, 2 weken duren voordat je ziekteverschijnselen hebt. Dat heet de incubatieperiode. Natuurlijk ben je het meest besmettelijk wanneer je hoest, want dan komen die druppeltjes. Dan dan kun je trouwens ook in je oog komen. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet uit alle slijmvliezen. Cleo, de directeur van Volksgezondheid, heeft gezegd, deze slijmvliezen ook. De slijmvliezen tussen je benen, ze heeft het gezegd. Oké, en? Slijmvliezen zijn slijmvliezen, dus ook met seks. Oh, oké. Okay. Abon, iemand zei tegen me, Ruben, dus ik moet nou seks hebben op 2 meter. Ik zeg, ik denk het. Hoe doen we dat? Surinamers zijn zeer inventief. Maar, nu zijn er dus 4 gevallen. We hebben nu die 2 mensen die het uit Nederland hebben meegenomen. Ja. En we hebben 2 mensen die lokaal zijn besmet. Het proces, de procedure is nu, dat omdat deze mensen positief getest zijn, zij natuurlijk geïsoleerd zullen worden. En dan gaan we wat ze doen, noemen een case investigation. Dus alle mensen waar zij contact mee hebben gehad, die moeten in quarantaine. Verplichte, misschien zelfs bewaakte quarantaine. Want het is geen suspect geval, toch? Mm. Het is nou bevestigd door de test. Ja. Want iedereen die hoest, die iedereen die niest, die iedereen die koorts heeft, heeft een besmetting met COVID-19. Maar die zijn bevestigd. Ja. Dus kan je voorstellen, ik begin met 1, 2 contacten die bevestigd zijn. Die hebben allemaal sociale netwerken, familie en zo. Mm-hmm. Dus al die mensen moeten in quarantaine. Dus wordt gekeken 2 weken lang, als ze geen ziekteverschijnselen hebben, is er niks aan de hand. Ze worden ook niet getest. Wanneer ze ziekteverschijnselen krijgen, worden ze getest, als die positief zijn. Dus het is een heel ingewikkeld netwerk van contacten. Ja. Aboen, weet je, er is 1 groep waar ik me heel veel zorgen over maak. Dat zijn de senioren burgers. Een heleboel zijn dan in 3 groepen. Mm-hmm. Drie groepen zoals mijn collega dokter Lukham dat beschrijft. Ik noem ze de losse oortjes. De oortjes zoals mijn moeder. Ze zijn thuis. Ja. Ze hebben misschien een beetje verzorging, maar ze zijn thuis. Ze zijn niet in een instituut en zo. Met mijn moeder, die wordt dit jaar 90, heb ik afgesproken met de thuiszorg. Ze mag geen bezoek meer. Vanaf gisteren 0 bezoek. Okay. De vriendinnen, de kennissen. Weet je hoe eenzaam dat is? Dus laten we ons realiseren dat voor die oudjes het 3-dubbel pijnlijk is. Absoluut. Ze kunnen niet meer uitgaan. Hun sociaal leven is zo klein geworden. En nu stop ik voor mijn moeder haar bezoek. Ik wil zelf zo ver gaan door aan Cindy te zeggen, die de thuiszorg organiseert. Cindy, ik denk dat van de 4 zieke verzorgers we terug gaan brengen tot 2. En dan maken ze langere uren. Waarom? Oké. Okay. 4 mensen over de vloer, je weet niet. De contacten zijn veel meer dan met 2. En als het nog serieuzer wordt, ga ik zelf voorstellen dat er maar 1 persoon blijft, die dan ook gewoon permanent daar blijft. Mm. Mijn moeder is 89. Dus dat is het eerste probleem. Ja. Eenzaamheid. Mensen hebben medicijnen nodig, ze hebben boodschappen nodig. Sommigen van die oudjes, ze gaan naar de winkel. Niet meer. Als je een oma hebt, een oude vriendin, een oude collega, ga boodschappen voor ze doen.
Ga boodschappen voor ze halen en geef het af bij de deur of bij het raam of bij de poort. Mm-hmm. Dan heb je de mensen die in bejaardentehuizen zijn, in verzorgingstehuizen. Ja. Dat is de tweede groep. Mm. Die mensen komen de hele dag in contact met anderen. Ook met het personeel, de verpleegkundigen, de ziekenverzorgers. Een zeer, zeer, zeer vatbare groep. En dan heb je de oudjes, die, de senioren burgers, die dementeren. Oh. Die misschien nu kijken naar dit programma, maar niet precies begrijpen wat er gebeurt. Niet eens precies. Dus die snappen niet wat er om zich heen gebeurt en zich dus ook niet zelf kunnen beschermen. Dus die mensen hebben extra hulp beschermen. Nodig. Oké, okay, dus kinderen, kleinkinderen, vrienden van de senioren burgers, alsjeblieft. Met een paar collega's ben ik bezig met de Bond voor de Belangenbehartiging Gepensioneerde Overheidsdienst. Mm. Oh, ja. Speciale boodschappen te maken die waarschijnlijk zullen gaan die naar de senioren burgers. Nou, die zijn echt at risk dus. Super at risk om ziek te worden en dood te gaan. En dat, kleine, als het kan, moeten we proberen en kleine kinderen, en kleine kinderen zijn ook wel die spelen en ze komen in contact met mensen thuis. Want ze zeggen, ja, kinderen zijn niet vatbaar. Kinderen gaan misschien niet ziek worden, ze gaan misschien niet doodgaan. Maar ze zijn wel lopende en rennende of verspreiders van het virus. Oké. Nou, hele bruikbare tips. Maar u bent tot slot. Wat kan het volk doen, echt doen, om zichzelf te beschermen? Je hebt een heleboel adviezen gegeven. Want sommige mensen zeggen, Bita gebruiken, dit gebruiken. Een heleboel mythes zijn er ook van Suriname is een tropisch land. Dus hier kan het virus niet gedijen. Weet je, als mensen informatie hebben en aan de andere kant heb je angst. Mm. Dan gaat die informatie niet echt in je hoofd. Want die angst is een veel sterkere emotie dan informatie. Uh-huh. Dus het is erg belangrijk dat we de juiste informatie blijven geven. Dat mensen niet twijfelen aan onze informatie, want je hebt mensen op Facebook. Ja. Dat is een vreselijke meneer, ga ik in elkaar nemen, maar ik hoop dat jullie weten wie het is. Mm-hmm. Een academicus die allerlei dingen loopt te verspreiden en te zetten. Hij is voor mij een academicus, maar in ieder geval, die mensen moeten dus stoppen. Oké, okay, ja. Want zo iemand vertrouw je. Geen fake nepbericht. Sommige dingen zijn waar, sommige dingen zijn niet waar. Sommige dingen zijn niet schadelijk. Ik bedoel, Bita, gebruik het met mate. Maar ik bedoel, als je thee met zout wil drinken, ga je gang. Het heeft geen schade, maar als het te veel zout is. Mm. Er zijn wel dingen die je wel moet doen. Handen wassen, het liefst met water en zeep. 2 meter afstand behouden. Zet je handen niet op een tafel, gebruik je ellebogen. Als je die hand sanitizer hebt, voor je een lichtknop uitdoet ergens bij iemand, veeg het even met een tissue en gooi die tissue weg. Ook deurknoppen, bij toiletten en wc's. Een belangrijk ding. Mm-hmm. Mijn moeder zei altijd, en waarschijnlijk heeft ze het van haar moeder, zei altijd, voor ziekte licht en lucht. Mensen, quarantaine wil niet zeggen dat je niet in de lucht moet. Ja, ja. Dat je niet in het licht moet. Mm-hmm. Oké, okay, ik weet niet wat de quarantainevoorwaarden zijn en waar die politieagent gaat staan bij je huis. Maar ik denk dat als je een balkon hebt of een erf, dat je echt in de zon moet gaan en in het licht moet gaan. Mm-hmm. En veel water moet drinken en gezond moet zijn. Oké, okay? Ik kan hier niet verder over uitweiden, want ik weet niet wat de protocollen zijn. Maar zoek het licht op en zoek het lucht op. Maar doe het alleen. Oké. Okay. Doe het alleen. Doe het niet meer in samenwerkingsverband. Weet je, de sportvereniging waar ik lid van ben, die is heel smart. Had eerst code geel, dat wil zeggen mensen wees alert en zo. Vandaag zijn ze code oranje, dat wil zeggen de bar gaat dicht, het restaurant gaat dicht. Alle teams sporten, want ze tennissen en ze voetballen, is allemaal gestopt. Ja. Maar als je alleen wil gaan lopen, is fijn. Ja. Als je alleen wil gaan zwemmen, is fijn. Oké. En ook de oefeningen doen, alleen, is ook fijn. Alleen. Ruben, mag ik je heel hartelijk bedanken voor de adviezen. Ze zijn echt bruikbaar, denk ik. En ik denk dat we in een ander programma je weer zullen uitnodigen. Dank je wel. Maar laten we niet hopen dat het is uitgegroeid tot, hoeveel heb je gezegd? Carla? Expansioneel. Carla? Laten we hopen Carla? Dat het, we moeten het realistisch zijn. Mensen, het gebeurt al. We hebben 2 geconfirmeerde lokale besmettingen. Het is zeer, zeer, zeer ernstig. We kunnen van 2 binnen 2 weken gaan naar 200.
Er gaan mensen ziek worden en er gaan mensen doodgaan. Er gaan mensen die je heel goed kent doodgaan. Het gaat gebeuren. Wij, u en ik, kunnen voorkomen dat dit aantal van 200 geen 2000 wordt. Alleen wij. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor je komst naar de studio en be safe. Dank je wel. En kijkers, wat zijn de volgende maatregelen die je kunt treffen om het risico te verkleinen op besmetting van jezelf en de mensen om je heen? Blijf thuis bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen. Heb je geen klachten? Werk dan alsnog zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te spreiden. Houd waar mogelijk minstens 1,5 meter afstand van anderen. Ook als je geen klachten hebt, schud dus geen handen met elkaar. Was je handen regelmatig met water en zeep en minimaal 20 seconden per keer. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. En dat hebben ze bewezen dan. Doe dat op deze manier. Hè? En zo kunnen we met z'n allen eraan werken dat de verdere verspreiding, want we hebben al gehoord, het gaat zich verspreiden, maar dat die verdere verspreiding een beetje geminimaliseerd wordt. En met ATV COVID-19 Update proberen we een bijdrage hieraan te leveren. Werk eraan, het is voor uw eigen gezondheid. Tot morgen of tot de volgende keer. Volgende week maandag zijn we er weer met een andere aflevering. Tot dan. Goeiedag.